Dames en heren, ik werkgever 2020, dan heb je het over de toekomst. En ik kan natuurlijk wel aan u vragen van wie heeft er een glazen bol. Maar dan weet ik het antwoord al. Er zullen er velen zijn, maar of u een glazen bol heeft waar je ook echt kunt kijken naar de toekomst. Dat is natuurlijk wat anders. Dus die vraag ga ik u niet stellen. Maar mag ik u een andere vraag stellen? Is er iemand perfect in de zaal? Ja. Zitten blijven, Bas. Ja. Niet? Oké, kunnen we dan met z'n allen in ieder geval daar de constatering uit trekken dat u het niet alleen kunt? En dat u het dus samen met anderen moet doen. Samen naar die toekomst kijken, samen voor die toekomst werken. En u moet dat doen in een best wel lastige wereld. Want van die bipolaire wereld die we hadden, hè, West tegenover het Warschau-pact of Amerika, Rusland, die is weg. We nemen met z'n allen een weg naar een multipolaire wereld, zoals dat heet. En dat is best wel lastig, want er is namelijk één constante die je nu kunt ontdekken in de wereld. En die constante is dat de verandering in hoger tempo gaat en dat de onzekerheid toeneemt. Dat is de enige constante die u heeft. Nou, wordt u daar blij van? Ik vrees van niet. Want het vervelende is, dat waar kan de mens nou absoluut niet tegen? De mens kan niet tegen onzekerheid. Dus dat is wel vreemd. We krijgen meer onzekerheid en we kunnen er niet mee omgaan. En velen van u hebben reorganisaties meegemaakt. Een simpel woord voor bezuinigen vaak en reduceren. En ik denk dat u allemaal de les heeft geleerd dat je mensen bij zo'n reorganisatie met onzekerheid beter negatieve duidelijkheid kunt geven. Er is geen plek voor jou in de herberg. Dan dat je met onzekerheid laat zitten. Maar met die negatieve onduidelijkheid, of negatieve duidelijkheid, kunnen ze iets. Ze kunnen verder. Dus onzekerheid is heel vervelend. En ja, in Nederland neemt de onzekerheid alleen maar toe. De zorgen van mensen over hun pensioen, hun huis, hun werk, hun salaris, dat neemt momenteel alleen maar toe. En ja, u weet het, u zit in die branche. Vaste contracten, flexibele contracten, allerlei nieuwe flexibele vormen vinden we uit. Dus het wordt onzekerder. En daartegenover staat nu juist dat ik zie dat de jeugd bewuster begint te leven. Mensen zijn weer beter aan het nadenken van wat wil ik in het leven. Je ziet dat men weggaat bij het materialisme. Dat men weer weggaat bij het ik en weer bezig is met het wij. Duurzaamheid willen mensen iets voor doen. Verschil tussen gebruik en bezit. Zelfs de heilige koe, de auto, hoeven we niet meer te bezitten als we hem af en toe maar kunnen gebruiken. We zijn bewuster bezig. We betalen zelfs meer geld voor biologische voeding. Hebben we er gewoon voor over. En ja, we vinden oude dingen opnieuw uit. De coöperatie van vroeger noemen we nou crowdfunding. En we zijn op zoek naar sociale cohesie. Dat groentetuintje van vroeger vinden we weer uit om iets te verbouwen, om iemand anders in de straat die iets slechter heeft een beetje te helpen. Dus werkgever, let u op wat er dus aan de hand is. Termen als maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bezig zijn is niet meer iets wat u alleen met de mond kunt beleiden. Uw omgeving en uw werknemers vragen er gewoon om. Ze willen dat zien, ze willen er ook aan deelnemen. En echt, alles wordt transparanter, er is meer informatie, alles komt uit. Dus u kunt daarin niet duiken. En ja, als alles uitkomt, is er dus heel veel informatie. En mensen kunnen alles vinden tegenwoordig. Op internet, wat je ook maar wil vinden, je kunt het vinden. En daar is wel een misvatting over. We denken dat we heel veel informatie hebben en dat we dus de expert zijn. En ik durf de stelling aan dat dat die misvatting is. U bent de expert in uw vakgebied. En iemand die bij u komt, die denkt dat hij de expert is. Dat maakt het zeker in het HR-veld niet makkelijker. Want mensen binnenhalen, er is heel veel informatie over die mensen. En er zijn heel veel mensen die momenteel solliciteren. Dus u zult systemen moeten hebben, u zult mensen moeten hebben die u daarbij helpen. Het is er niet makkelijker op geworden met meer informatie. Ook al lijkt dat toch wel zo te zijn. En we zitten in een tijd dat we misschien voor het eerst gaan meemaken dat de kinderen het niet beter zullen hebben dan de ouders. Dus is het druk op het systeem. En toch, ik ben een positiever. Ik heb nog nooit in mijn leven een ouder meegemaakt
die geen betere toekomst wil voor zijn kinderen. Dus ik denk dat er wel degelijk een drive is om toch die wereld weer de goede kant op te zetten. Maar als u werkgever 2020 wil zijn, dan moet u uw werknemer ook kennen. En kennen is dan niet genoeg. U moet zien en luisteren naar ze en u moet begrijpen. En begrijpen leidt tot goedvinden of oordeelsvorming. En wij zijn daar niet zo goed in. Sorry dat ik het zeg, u ook niet. Als je tegen een Nederlander zegt, ik begrijp jou, dan hoort hij al, nou, je vindt het goed. Maar nee, u moet iets zien, dat verwerken in die processor hierboven, het begrijpen, echt waarom gebeuren dingen, want dan kunt u pas effectief zijn met hoe u daarop wilt reageren. Dus u moet uw werknemer 2020 ook begrijpen. En dan moet u dus tijd insteken. Bij Defensie, ik was baas van de landmacht, hadden we moeite met werving. En ik kwam erachter dat wij eigenlijk de hedendaagse jeugd niet meer begrijpen. Dus ging ik daar tijd in steken. En er was toen een reclamebureautje, die hadden dat ook gedaan en die hadden een boekje uitgegeven. En die noemde de jeugd de generatie Einstein. Slimmer, sneller en socialer. De jeugd denkt anders, doet anders, maar dat wil niet zeggen dat ze beter of slechter zijn. Maar je moet ze wel begrijpen om ze te bereiken en uiteindelijk de juiste mensen binnen te halen en te houden. Dan creëert u een beetje zekerheid. En in al die onzekerheid kan ik u ook verzekeren dat er een paar constanten zijn. En de eerste is, u wilt overleven. Maar in een tijd waarin je probeert te overleven en waarbij de wereld zo snel verandert, moet je wel tot bepaalde categorieën behoren. En Thomas Friedman heeft een aantal jaren terug het boek geschreven, The World is Flat. Heeft iemand dat gelezen? Ja, kijk, heel goed. Nou, Bas, dan kun je bevestigen dat het boek niet flat is. Hè? Dus ik begrijp dat u het niet gelezen hebt. Maar hij zei iets over dat overleven. Hij zei, er zijn maar een paar categorieën mensen die overleven. De eerste categorie is very special people. Bill Gates en zo. Ik ga u teleurstellen, Bas, jou ook. Ga je niet trekken. Of wel? Hij probeert het nog, zie ik. De tweede categorie zijn de very specialized people. Dat zijn hersenchirurgen en dergelijke. Ik denk dat u ook de kans heeft gehad om daartoe te behoren. Maar die heeft u nu niet meer. Maar er is één categorie, daar kunt u voor kiezen om bij te horen. Dat is de categorie die ook kan overleven. Hij noemt die categorieën untouchables. En die categorie noemt hij die adaptable. Zij die zich aanpassen aan die snel veranderende omgeving. En niet aanpassen voor anders dan meegaan met de stroom. Hè? Nee, bewuste keuzes maken om te innoveren. En je aan te passen aan die omgeving om te zorgen dat je effectief blijft. En de tweede constante, zal ik u gelijk noemen, dames en heren, het gaat uiteindelijk allemaal om mensen. En die mensen, uw werknemers, hebben behoefte aan één ding. Een betrouwbare werkgever. Ook met al die nieuwe vormen van arbeidscontracten, maar wel betrouwbaarheid. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In het leven en in het werk gaat het uiteindelijk maar om één ding. En dat is vertrouwen. En binnen Defensie is vertrouwen zelfs niet genoeg. Binnen Defensie moet je elkaar blind vertrouwen. Want als je met je club weg bent en er wordt op je geschoten, dan moet je allemaal doen wat je van tevoren hebt afgesproken, anders zit je allemaal in de penarie. En dat is blind vertrouwen. Zo diep steekt dat bij Defensie. En u zou dat in ieder geval, wat mij betreft, moeten bereiken. Moeten zien te bereiken. Geeft u uzelf eens antwoord op de vraag, controleert u vertrouwen? Gewoon voor uzelf. Als het antwoord ja is, is er dus geen vertrouwen. En het gaat uiteindelijk wel om dat vertrouwen. En dan kun je zeggen van, wat is nou vertrouwen? Vaak zeggen mensen tegen mij, ja, wat is dat nou? Kan ik niet vastpakken? Ik zal u een simpel voorbeeld geven. Mijn zoon was 23 jaar ongeveer en baas van 40 mannen. Sorry dames, hij had alleen maar mannen. En op een zaterdagochtend gaat zijn telefoon. Hij loopt de hal bij ons huis in. En mijn vrouw en ik zijn gewoon ouders, hè? En wij horen een heel raar lang telefoongesprek, we begrepen er niets van. Dus toen hij terugkwam, zei ik, Dennis, waar ging dit in godsnaam over? Oh, pap, ja, dat is een sergeant van mij, die is 38 jaar, getrouwd en 2 kinderen, die heeft huwelijksproblemen. Die vraagt mij om advies.
Dat is vertrouwen. Zo diep steekt vertrouwen. En vertrouwen heeft dus ook in de zakenwereld te maken met de gunfactor, om maar eens even iets te noemen. Maar als je dat vertrouwen wil krijgen, dan moet je jezelf kennen als mens en als werkgever. En dat betekent dat je je moet afvragen, hoe sta je in het leven? Wat is jouw morele kompas? What makes me tick? Welke waarden en normen, welke idealen ga ik voor? En dan kom je dus ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid. Maar dan kom je ook bij, ben je eerlijk en duidelijk. Want als je betrouwbaar wil zijn, ben je dus eerlijk en duidelijk. Naar jezelf, als je in de spiegel kijkt. Maar ook naar je mensen. Naar je werknemers toe. Daar ben je ook eerlijk in je uitingen. En ik zal u een flater van Defensie noemen. Want het is niet allemaal glorie, halleluja. Toen we begonnen met de luchtmobiele brigade, hebben we een mooi reclamespotje gemaakt voor de werving. Echt fantastisch. Franse helikopters door een Frans ravijn. Die vielen een dam aan en die vermeesterden we. En dan ahoua klaar. Geweldig. Helemaal peppy. Er kwamen een heleboel jonge lui op af. Die wilden allemaal bij de luchtmobiele brigade. We hadden nog geen helikopter vliegen. En als we trainden, moesten de jongens en de meiden moesten een container inlopen. Dat speelde dan de binnenkant van een helikopter. En terwijl we binnenliepen, moesten we zelf het geluid van die helikopter maken. Ben je niet zo'n betrouwbare werkgever? Uiteindelijk gaat het erom, de vraag, of bazen een manager zijn of een leider zijn. Een manager doet de dingen goed, een leider doet ook de goede dingen. Een manager motiveert zijn mensen, dat zit hier. En een leider inspireert zijn mensen ook, dat zit hier. Een leider wil zijn mensen raken. Een leider is een voorbeeld, niet alleen als functionaris, maar ook als mens. Een leider maakt verbinding. In een diepere zin dan alleen maar taakopdrachten en rapportages. Een manager verstaat onder investeren in zijn personeel. Ja, ze hebben toch opleidingen en cursussen. En een leider probeert zijn mensen te vormen. Probeert zijn morele kompas, de gedachte en de visie die hij heeft, want leidinggevers niks anders dan gedrag beïnvloeden in de richting liefst waarin jij het wil hebben. Dus een leider probeert in het hoofd van zijn mensen te kruipen. En echt, ik geef hem nu in het Engels, want dan vind ik hem leuker. You have to get into the brain of your people. And the good news is, there is plenty of room. Wetenschappelijk bewezen dat we niet alles stellen gebruiken. Dus durf die mensen gewoon aan te spreken. Maak ze duidelijk wat jij wil bereiken. Wij zeggen dan, zorg dat de geest van de commandant, dat die bekend is, de intentie die jij wil halen. Want in de praktijk gaat het altijd anders. En dan moeten al jouw mensen subbesluiten nemen. Geef ze die professionele ruimte, als ze maar weten welke kant dat jij op wil. En durf dus ook tegenspraak te hebben. Echte loyaliteit. Is dat mensen 3 keer nee tegen de baas kunnen en durven zeggen. Als je dat voor elkaar krijgt, dan zijn die werknemers ook genegen om met volle creativiteit en inzet bij te dragen. En dan krijg je wat wij noemen unity of effort. Iedereen duwt in dezelfde richting waarin de baas met zijn bedrijf wil. En dan heb je de maximale capaciteit. Dan moet je je als baas, als werkgever, ook kwetsbaar durven opstellen. Bij Defensie evalueren we iedere operatie. Iedere actie. De baas opent. Daarna is hij ook onderwerp van de evaluatie. Dus baas, waarom heb jij dat besluit genomen? Of waarom heb jij toen dat besluit genomen? En aan het eind wordt hij weer baas en zegt hij, oké, dit deden we goed, dat houden we vast. Dat moet beter, daar heb ik al voor die een oplossing en voor de andere moeder oplossingen zoeken. En echt, daar wordt het hele team beter van en je wordt er zelf een betere leider van. Kent u die bazen die als het goed gaat zeggen dat zij het goed gedaan hebben? Daar gaan de mensen niet voor door het vuur. Nee, de credits voor het goede werk gaan naar degene die het werk ook gedaan hebben. En het ego van de baas is soms het grootste valkuil van een organisatie. Die bazen die het verschil niet weten tussen gelijk hebben of het juiste besluit nemen. En ja, HR-managers hebben ook een rol. Maar niet alleen het HR-vak wat mij betreft. Ik heb altijd mijn HR-managers uitgedaagd
om juist een toegevoegde waarde te leveren aan het bedrijf. Want zij waren een sensor, een thermometer in de organisatie. Zij voelden wat er speelde, want ze hebben met iedereen contact, want een goede HR-manager is laagdrempelig en zoekt verbinding in die organisatie. En durf dan met die informatie ook een spiegel te zijn voor je baas. En wat mij betreft, een spiegel voor die baas in functionele zin, van hoe gaat het met het bedrijf, maar zelfs zover dat je zegt, baas, zit je wel lekker in je vel. Als de baas niet lekker in zijn vel zit, neemt hij geen goede besluiten. Durf dat dus ook. Echte loyaliteit. Pak dat gewoon op. En durf de baas ook te vertellen wat de menselijke maat in een organisatie is. Want die manager kijkt naar rapportages en cijfers. En die leider heeft aandacht voor zijn mensen. En die bazen zijn soms verrekte eenzaam. Ik noem dat wel eens de moments of truth. Als het echt iets fout gaat, of er moeten grote beslissingen worden genomen, dan zie je iedereen bij, die is voor de baas. En juist op die momenten heeft die baas iemand nodig die zegt van, hey, gaat het goed met je? Heb je daaraan gedacht? Zullen we even spiegelen? Kan ik je helpen? En een HR-manager die die thermometer in die organisatie heeft, die kan dat heel goed zijn. Dus neem die verantwoordelijkheid. En duik er niet voor weg. En geef dus antwoord voor jezelf op de vraag over verantwoordelijkheid. Delegeert u verantwoordelijkheid? U zult allemaal wel taken delegeren, anders had u niet hier gezeten. Maar delegeert u verantwoordelijkheid? Als u ja zegt, is het niet goed. Want verantwoordelijkheid kun je niet delegeren. Je kunt het geven aan je mensen. Maar als je denkt dat je verantwoordelijkheid delegeert, dan ben je eigenlijk bezig met een mindfuck. Want wat ben je aan het doen met die bovenste van, ja, maar als het fout gaat, jij was verantwoordelijk. En dat kan niet. De baas is altijd voor het doen en laten van zijn club verantwoordelijk. Dus je kunt het wel geven en niet delegeren. En als je dan rugdekking geeft, als het een keer fout gaat aan je mensen, en je neemt je verantwoordelijkheid, dan kan ik u verzekeren, dan gaan ze over u. En ik zal u het meest indringende voorbeeld geven wat ik maar heb. Eén dag nadat ik commandant der strijdkrachten werd, sneuvelde mijn zoon en zijn chauffeur Mark Schouwing. Wij gingen naar huis. Allemaal vrienden, familie. En 's avonds zei mijn vrouw, ik trek het niet. Dus ik zei tegen mijn broer, Mark, rust. Iedereen ging weg. Huis was opgeruimd binnen een kwartier, iedereen weg. En de televisie stond aan. Mijn vrouw en ik keken niet. Totdat bij Paul Witteman opeens de foto van Mark Schouwing en mijn zoon in beeld kwam. We keken wel. Er begon een discussie over of ik als commandant der strijdkrachten nog wel kon functioneren. Ik werd zo kwaad. En die woede haalde mij toen al uit mijn verdriet. Ik was verdorie verantwoordelijk voor 70.000 militairen. Ik moest mijn rol invullen. Dus ik ging weer nadenken over wat er gebeurde. Ik begon weer mijn omgeving te zien. En ik zag een paar dingen die me totaal niet aanstonden. In de media een discussie over nut en noodzaak van de missie, omdat mijn zoon was overleden. Dat had ik moeite mee. Op het ministerie was er onrust. Want dan hebben we net een dag een nieuwe baas. Stopt die ermee? Nou, u kunt zich voorstellen wat dat een organisatie betekent. En ik kon wel nagaan hoe mijn militairen, de mensen van mijn zoon, in Afghanistan rond het kampvuur zaten. Hun morele kompas schudden. Moeten we nou echt voor die bevolking hier, die net 2 maten hebben gedood en 2 zwaar gewonden, moeten we daar nou weer voor aan het werk? Ik besloot een persconferentie te geven. Op het moment dat de mensen in Afghanistan live mee konden kijken. En op die persconferentie heb ik gezegd dat wij de goede dingen doen. En het ook nog op een goede manier doen. En dat we door moeten gaan om de Afghaanse bevolking te helpen. En die paar slechteriken die bom hebben geplaatst, die proberen we te vangen. Pats! Het morele kompas van de mensen in Afghanistan met de goede richting. Want ik weet hoe ze over je praten. De oude. Nou, als de oude het zegt, dan zal het wel zo wezen. De discussie in de media ging langzamerhand weer de goede kant op over de nut en noodzaak van de missie. Ik zei ook dat ik zou stoppen. Correctie, ik zou doorgaan met werken. Maar ik wist niet of het kon. Rust in het ministerie. Oké, de baas blijft. Na de persconferentie ging ik naar de minister toe, Eimert van Middelkoop. En ik zei, Eimert, als jij vindt dat ik het niet goed doe, moet je tegen me zeggen.
Dan ben ik de volgende dag weg. Want die 70.000 militairen hebben een baas nodig die zijn rol en verantwoordelijkheid goed invult. En ik weet zeker dat als u als werkgever zo met uw organisatie omgaat, dan kunt u het verschil maken en hebt u werknemers die voor u door het vuur gaan. U kunt het verschil maken. Dank u wel.